Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven de Noordzee, in onze aanvoerrichting, bevindt zich veel bewolking. En elk plukje bewolking, dat is een buitje. En die buitjes daar hebben we de komende periode nog mee te maken, zeker dit weekend. Met de noordwestelijke stroming wordt het allemaal over ons land aangevoerd en met name in het noorden en in het oosten van het land valt nu en dan dus een enkele bui. Ook elders is een bui mogelijk, maar bijvoorbeeld in Zeeland en in het uiterste zuiden van het land daar blijft het vrijwel droog de komende periode. Dat is goed te zien als ik het in beweging zet. In Zeeland zelfs nog vrij veel zonneschijn, daar de minste bewolking en verder boven land wat meer bewolking en met name in het noorden en oosten dus de buien. Die buien die trekken vanavond uiteindelijk grotendeels weg of lossen op, want de temperatuur die daalt en daarom hebben de buien met name boven land een stuk minder energie. En langs de noordkust en rond het IJsselmeer, daar kan altijd nog vannacht nog wel een enkele bui vallen. Maar landinwaarts, daar zal het waarschijnlijk grotendeels droog zijn. De Noordwestenwind, die vandaag behoorlijk nadrukkelijk aanwezig was, die blijft ook vanavond nog nadrukkelijk aanwezig. Boven land meestmatig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig, windkracht 5 of 6. Vannacht aan verandert er niet veel. Vrij veel bewolking wel in het oosten en noordoosten van het land. En in de opklaring kan de temperatuur dalen naar zo'n 7 tot 9 graden. Onder de bewolking wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 10. Morgen min of meer een herhaling van vandaag. Zon. Ook heel veel wolkenvelden, de zon die zien we dan niet heel veel. Temperaturen 16 tot lokaal 20 graden, de hoogste waarde in het zuidoosten van het land en met name in het noorden en oosten valt een enkele bui. Aanvankelijk nog een vrij stevige noordwestenwind, windkracht 3 tot soms even nog windkracht 6 aan zee, maar in de loop van de dag dan neemt de noordwestenwind in kracht af en wordt uiteindelijk meestal matig, windkracht 3 of 4. Zondag dan blijft het nog wisselvallig met vrij veel bewolking in het binnenland en daar ook nog een enkele bui. En dat allemaal bij temperaturen van 17 tot lokaal 20 graden. En na het weekend dan begint de wind te draaien, wordt maandag wat meer noord en dinsdag al wat meer noordoost. En dat zien we terug in de temperatuur en in de hoeveelheid de zon. De zon gaan we vaker zien, vanaf dinsdag zelfs zonnige perioden in het binnenland en in het zuidoosten alweer zomerse waarden op de thermometer. Later in de week dan wordt het zelfs nog een stuk warmer, want als we kijken naar de 15-daagse grafiek van vanmorgen, dan zien we dat de temperatuur steeds verder gaat oplopen. Met in de loop van de week op veel plaatsen zomerse waarden en misschien volgend weekend op veel plaatsen zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer. En mochten de, de, de huidige berekeningen mochten die uitkomen, dan sluit ik regionaal zelfs een hittegolf niet uit. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl